Olivia? Ja? Kom gauw kijken, begin de Romeinen. Vandaag gaat het over keizer Augustus. Oh, die heeft toch al die paleizen, die tempels gebouwd? Ja, mooi toch? Nou, je zou ze schoon moeten houden. Oh, begint. Welkom bij de Romeinen, de bakermat van onze westerse beschaving. Wow. Vandaag heb ik iemand te gast die al dood is sinds 14 na Christus. Maar hij maakt speciaal voor ons een uitzondering. Het is de grote beroemde keizer Augustus. Hallo, hallo. Augustus. Hallo mensen, Avee. Wat een eer. Dankjewel, Dorien. Oh, heerlijk. U bent de meest succesvolle keizer van de Romeinen. Wat is uw geheim? Gewoon jezelf blijven, Dorien. Gewoon jezelf blijven. Daar is er maar eentje van. Dat is mooi gezegd. Ik zal het onthouden. We gaan naar het begin. Goed. Mijn grote idool en leermeester Julius Caesar was vermoord, Dorien, door de senatoren. Wat verschrikkelijk. Ah, verschrikkelijk. Hij was als een vader voor me en nu was hij dus vermoord. Maar ja, wie werd zijn opvolger? Marcus Antonius mocht het testament voorlezen. Hij leek de favoriet. Kijken! Senatoren, edellieden, volk. Caesar is zojuist vermoord. We gaan de daders pakken, allemaal. We zullen hem wreken. Ik heb hier deze envelop het testament van Caesar. En omdat ik zijn vertrouweling was, mag ik het voorlezen. Daar gaan we. Ik, Caesar, laat mijn tuinen na aan de stad Rome. Bravo! Dank je, Caesar, voor je prachtige tuinen. Ik laat iedereen uit het volk wat geld na. 306 sestertiën! Nou, dat is ongelooflijk. Dan moet ik gewoon een plebs 10 weken voor werken. Dank je, Caesar, dank u. We zullen Caesar intens missen. Maar wie mag hem opvolgen? In deze verzegelde envelop zit het antwoord. De genomineerden voor de opvolger zijn... Natuurlijk, Marcus Antonius, ik. En ten tweede... Marcus Antonius, dat ben ik dus. Ten derde... De beste vriend en steun en toeverlaat, Marcus Antonius. Ik er dus. En ten vierde... Nou, nog eens een keer ik. En de opvolger van Caesar is... Octavianus? Ja, aangenomen zoon van Caesar. Dat mag niet. Mag ik even, Marcus Antonius? Dank je wel. Ik vind het een enorme eer. Ik ben ontzettend trots dat Caesar mij heeft uitgekozen. En ik zal mijn stinkende best doen om dit prachtige rijk te leiden. Dank jullie wel. Hij is voor mij. Oh, ik vind je allemaal zo stoer. Augustus, Marcus Antonius. Oh, heerlijke man. Oh, wow.